Hey, leuk je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een video voor jullie waarbij ik ga inpakken voor mijn vakantie naar Amerika. Dit is de koffer die ik ga vullen. Ik heb 23 kilo die ik mee mag nemen. En ik denk 23 kledingstukken te veel. Maar dat is nu eenmaal hoe ik ben. En ik vlieg al over een paar uur. Dus ik doe dit lekker op tijd, maar niet heus. En mocht je trouwens niet weten waar mijn shirt van is, dan heb je de video van afgelopen woensdag niet gezien. Want die kwam in een shop nog voor. Hetzelfde geldt voor dit spijkerjack. Oh, dit is gewoon echt een touwtje die ik gewoon moet doorknallen. Wat ik altijd een beetje doe, is sowieso onder in de koffer een bodempje maken. Ik ga even het camera shot veranderen, zodat jullie iets beter kunnen zien wat ik ga doen. Want ik ga op de grond zitten waarschijnlijk. Ik ben trouwens ook van plan om mijn tattoo te zetten in Amerika. Wat zei je? Kijk, jij ook. Ik vind het wel top dat je je eigen koffer inpakt. Dat is wel echt een puntje voor jou. Oké, nu zien jullie mijn koffer als het goed is. Ik zal eventjes wel misschien wat tips van vooraf aangeven. Maak een lijstje. Ik heb voor mezelf wel een lijstje. Het staat een beetje op mijn telefoon, maar ook wel een standaard lijstje. Wat ik op mijn laptop open heb staan. Wacht even. En dat is gewoon van het checklist via Google. Die heb ik gewoon forever open staan. Die is gewoon zo standaard. Dat is checklist-vakantie.nl/checklist-voor-zomervakantie/#zomervakantie. Maar in ieder geval als je gewoon googelt op lijstje zomervakantie, vakantiespullen, dan kom je er gewoon op. Dat is iets wat ik forever weer check. Daarin staat gewoon bepaalde documenten die handig zijn om mee te nemen. Je kan ook een bepaald land selecteren. Ik ga bijvoorbeeld naar Amerika. En stel ik ga voor een dusdanig lange tijd, dan zou ik een visum misschien nodig hebben. En sommige mensen weten ook niet precies naar welk land je wel of niet een paspoort moet gebruiken. Of je ID of whatever. Sowieso met vliegen moet je altijd een identiteitskaart hebben of een paspoort. Dacht ik altijd. Maar ik heb afgelopen jaar op mijn rijbewijs gevlogen. Dus dat je het weet, dat zou kunnen. Ik heb hier even een heel stapel kleren. Waar ik net een shopping over op heb genomen. Die heb ik allemaal hier netjes neergelegd. Maar ik moet nog van een aantal dingen de kaartjes afhalen. Dat ga ik zo eventjes doen. Maar ik ben ook van plan om mijn kleding dusdanig in te delen. Dat ik broeken op één stapel doe. Shirts op de ander. Wat ik meestal doe is eigenlijk een beetje zo inpakken. Hier staat iets diks en dan hier iets diks dat overlapt continu. Maar ik heb ook heel vaak gelezen dat je je kleding moet oprollen. En Zico zegt dat net ook tegen mij. Dus ik ga kijken. Stel, deze broek heb ik zo opgerold. Dat neemt toch wel veel ruimte in beslag? Nee, ik ga niet oprollen. Ik ga deze inhoud dus heel veel overslaan omdat het afgelopen woensdag in de video is gekomen. Maar ik ga nu even wat laten zien wat ik sowieso meeneem. En dat gaan we daarna inpakken. Oké, first off, zwemkleding. En wat accessoiretjes. Ik ga wel eventjes een beetje een paar zwemitems highlighten die misschien wel leuk zijn. Dit badpak is van Batoco. En Batoco is echt een superleuk merk voor zwemkleding. Vroeger hadden ze ook Levi's jeans. Jeans is te koop. Daar heb ik vroeger dus ook echt wel wat gekocht. Maar die hebben ze helaas niet meer. Maar ze hebben wel echt high quality badpakken. En ze zijn op zich wel prijzig, vind ik. Maar dit zie je gewoon nergens. Deze heb ik nergens anders gezien dan bij Batoco. En ze hebben een blauwe met haaien erop. Ze hebben een soort van panterprintje. Ze hebben met Monstera erop. Monstera bladeren met dino's erop. Everything wordt niet gesponsord. Maar heel erg leuk. Dan gaat er nog een zwart badpak mee. Een zwarte bikini die ik in mijn vorige vakanties ook mee heb gehad. Dit is een hele leuke van AliExpress. Ik zal een linkje in de beschrijving plaatsen van een badpakken en bikini AliExpress video. Want deze is ook van AliExpress. Die komt niet voor in die video, maar in mijn afgelopen AliExpress review video. Dat zal ik ook wel in de beschrijving zetten. Beschrijving vol met linkjes, maar luipaard bikinietje. Ook heel erg leuk. En ik heb dus best wel erg goede ervaringen met een bikini van AliExpress. Deze van de H&M. Die was in de sale echt super goedkoop. Maar hij is wel een beetje heel erg sexy. Maar ik was wel een beetje te laat met terugbrengen. Omdat hij was binnengekomen in dit pakket in mijn vakantie.
En bla 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 bla. Dus heb ik dus al bijna een jaar weer liggen. Nee, dat is overdreven. Afgelopen zomer, sinds afgelopen zomer. Maar dit is ook een leuk printje. Maar hij is best wel diep en ook weer hoog. Maar mot kunnen, vind ik zelf. Dan heb ik nog 1, 2, 3 haarbandjes. Deze neem ik niet mee. 3 haarbandjes. Een zwarte met witte stippen. Een velvet en ribje. Nee, deze is wel heel erg warm. Nee, deze vind ik meer ook een beetje feestachtig. Deze heb ik ook met de feestdagen gedragen. Dus gewoon een simpele zwarte ook nog. Ik heb ook nog een roze in de badkamer liggen. Die ligt op een of andere manier in de toilettas. Dus die moet ik nog even meenemen. En deze bandana vind ik altijd lekker op het strand. Als ik ga lopen zweten en zo. Lekkere bandana op mijn kop. Top. Ik heb ook nog dit badpak. Ik weet alleen niet meer zo goed of die heel mooi past. Dus die ga ik nog heel eventjes passen. En als die goed past, dan gaat die mee. Ik haal hem dan nu even op een stapel ernaast. Oké, dan komt het volgende tipje van mij. Dit, dus losse bikinietjes, kleine frutseltjes en haarbandjes, et cetera. Die doe ik altijd in een losse tas. Dus ik ga eventjes een los tasje pakken. Namelijk deze canvas tas. Dus echt, deze canvas tas heb ik super lang gewoon als werktas gebruikt. Dit is van een eetentje in Londen. Maar kijk, daar kan ik dus alles in doen. En dan zorg ik er een beetje voor dat ik hem plat op de grond leg. Zeg maar zo op de grond. En dat ik dan hier in de hoek wat doe, daar in de hoek, daar in de hoek. Zodat het één plat pakketje wordt en niet één bolle hoop. Vandaar dat ik hem op de grond neerleg. En dan gaat hij erin. En dan weet ik gewoon, oké, in dit tasje zitten al mijn badkleding en accessoires voor in mijn haar. Kijk, dit is nu best wel plat. En die gaat dan zo in het koffertje. En die wordt ook lekker fijn geplet. Ik neem ook nog wat petjes mee. Een roze. Deze heb ik gekregen van een webshop. Ik weet even niet meer zo goed welke. New York Yankees pet. Die heb ik van de Topshop. En een Tommy Hilfiger pet. Die heb ik van mijn beste vriendin gekregen. Petjes doe ik meestal een beetje als laatste. Maar die lagen bij de bikinis. Maar die prop ik altijd een beetje zo ertussen. En wat er omheen en wat erin. Dus die gaat zo meteen erbij. Oké, get ready. Voor deze lading. Dit wil ik allemaal mee. Ik ben echt zo'n persoon dat 3 keer per dag zou kunnen omkleden op vakantie. Oké, dit is een lange jurk die best wel wat ruimte in beslag neemt. Maar deze is zo fijn dat ik deze echt heel graag wil meenemen. Van die grote dingen die vouw ik altijd een beetje heel erg groot op. Zodat ze nog een beetje plat zijn. Ja, dit is een culotte. Heel erg lekker. Als het wat frisser is, dan doe ik meestal nog een shirtje eronder. Vind ik heel erg leuk. Deze is van webshop waar ik 1 keer besteld en daarna nooit meer. Best wel een bekende webshop, Misguided of zo. Winkel ik nooit. Ik was vroeger echt heel erg online shopper van, hoe heet die verschrikkelijke webshop nou? Super lullig om te zeggen, maar dat is Boohoo. Heb ik echt leuk gevonden. Maar Boohoo vond ik echt een leuke webshop. Maar op een gegeven moment werd ik alleen maar teleurgesteld. Was de kwaliteit ook echt alleen maar heel slecht geworden. Ze hadden namelijk op een gegeven moment ook een deal dat je forever 50% korting had op alles. Met een bepaalde code. En die code ging aflopen in 7 uur. Maar ja, na die 7 uur kwam gewoon weer een nieuwe code. Dus eigenlijk forever korting op Boohoo. Maar die kwaliteit is zo ontzettend slecht dat ik daardoor niet meer bestel. Maar ik kom soms nog wel een item tegen van Boohoo dat ik al heel lang heb. Maar dat gewoon nog steeds vet goed is, weet je wel. Ik denk echt dat ze hun kwaliteit gewoon hebben teruggeschroefd. En voorheen waren er ook vet veel altijd shoplogs met Boohoo. Maar dat zie ik ook nooit meer. Maar ja, dat zal wel. Ik moet trouwens zo meteen nog heel veel kijken met schoenen. Ik heb gelukkig een vriendje dat echt 10 kledingstukken heeft en er maar 8 meeneemt. Natuurlijk overdrijf ik nu een beetje. Maar we mogen allebei 23 kilo meenemen. Dus ik ken wat bij hem kwijt hoor. Hé, hey, we hebben het net over Boohoo. Deze is van Boohoo. Deze is nog wel heel erg leuk. En super licht. Nice Boohoo. Dat zal de kwaliteit wel zijn. Zal ik deze al meenemen? Deze is best wel zwaar. Ik twijfel nog een beetje over deze. Even daarheen.
Oh ja, wat ik trouwens ook wel eens doe, of op een of andere manier vaak heb gehad, is dat ik items mee heb. Deze wil ik niet mee trouwens. Wel, wel. Enige rode item volgens mij. Nee. Wat ik wel eens heb, is dat ik trouwens spullen meeneem op vakantie. En daarna denk van, nou, ik ben er wel op uitgekeken. En dat ik die items dan ook echt gewoon wegdoe of achterlaat op vakantie. En ik heb ook altijd dat als ik heen ga, dat ik dan bijvoorbeeld, nu ben ik het heel netjes aan het pakken en dan gaat het allemaal goed of zo. En dan ga ik terug en dan denk ik echt, hoe heb ik dit ooit in godsnaam bij elkaar erin gekregen? Dat is dan altijd gewoon question of the freaking week. Zo slecht. Alle die kaartjes eraan. Nou jongens, het is wel aardig vol, maar mijn stapeltje is aardig leeg. Aardig laag aan het worden, dus dat is wel erg chill. Ik twijfel ook over deze, maar hij is wel echt heel erg cool. En de enige blouse wat ik mee ga nemen, ja. Dit is trouwens ook de eerste vakantie van Zico en mij dat we ver weg gaan. En een lange periode. Langste tijd dat we weg zijn gegaan was Lissabon. En Lissabon was 5 dagen of zo. Toen vond hij volgens mij al dat ik veel mee had. Maar toen waren we nog niet mega lang samen. Maar een paar maanden. En ik denk dat hij toen zoiets had van, nou, laat ik maar even de vrede bewaren en niks zeggen. Ik zit ook even te twijfelen hoeveel lange broeken ik moet meenemen. Ik denk dat ik gewoon één mijn flare pants meeneem. Eentje. En bijvoorbeeld deze jeans of zo. En nog een joggingsbroek. Ik ga trouwens ook hike kleding meenemen. Want we gaan natuurlijk ook lopen naar de Hollywood Sign. En daarvoor moet ik dat wel eventjes meenemen natuurlijk. Ook heb ik forever een tekort aan hangers. Dus dit is altijd even fijn of zo. Heb ik weer wat hangertjes. Jassie. 4 gele items. Ja, oké. Ik heb er 1 afgehaald. Bravo ermee. Ik heb natuurlijk namelijk ook nog wel hier 2 okergele items. En hier een gele top. Dus dat is wel een beetje anders geel. Toch? Ermee toch. Nee, maar superleuk. Ga naar freaking LA, Venice Beach, Santa Monica, Las Vegas. Ik moet gewoon een beetje kleur meenemen. Trouwens, er zijn nu vet veel mensen in LA. En ik vroeg me eerst af van, hè, waarom is iedereen in LA opeens? Het is opeens primetime of zo. Allemaal pers-events. En toen begonnen mensen aan mij te vragen, toen ik zei welke periode ik naar LA ging. Zeiden ze, oh, ga je naar Coachella? Toen dacht ik, fuck, het is natuurlijk Coachella. En nee, daar ga ik niet naartoe. Oké, nu ga ik heel veel snel de items van de shop nog erin knallen. Want wat geklets van mij is misschien hartstikke gezellig. Oeh. Dat is wel veel kilo, denk ik al. Maar ik heb nog een hele... De bovenkant is helemaal leeg. Dus ik doe het echt wel goed al. Oh ja, ik moest mijn broeken nog. Maar, gaat goed. Oké, ik ga dus eventjes deze kleren erin doen. Daarna ga ik even mijn broeken uitzoeken. En dan ga ik u even laten zien wat voor broeken ik meeneem. En wat voor shorts, et cetera. En deze meid ga ik missen. Ga je mij ook missen? Oké, ik heb inmiddels even mijn andere shirt aangedaan. Want het shirt wat ik net aan had, die gaat mee op vakantie. Mijn koffer zit eigenlijk helemaal vol. Ik heb nog heel eventjes broeken gepakt. Ik heb dus de jeans die ik nu aan heb nog, gaat ook wel echt mee. Een flared pants, die van de Topshop, die draag ik gewoon super graag. En die ga ik waarschijnlijk in het vliegtuig aandoen, want die zit super chill. Waarschijnlijk ga ik deze paarse trui / shirt eroverheen aandoen. Ik neem ook nog deze Daily Paper broek mee. Maar we zitten dus ook echt in de desert. En misschien is dat in de nacht wel heel erg koud. En ik hoor ook wel eens dat het in Vegas heel erg kan waaien. En soms koud is. Dus dan is het gewoon chill om dat aan te doen. Ondertussen ben ik ook dit doorzichtige zakje aan het vullen met oorbellen. En toevallig zit mijn afstandsbediening erin van mijn camera. Hier zitten nu 3 paar oorbellen in. En daar ga ik er nog even wat meer bij doen. Doorzichtige zakjes zijn echt hemel. Ik heb ook een doorzichtige toilettas. Die moet nog heel eventjes tot het laatste vullen. Omdat ik natuurlijk nog
Morgenochtend en zometeen mijn tanden gaan poetsen. En ik ga waarschijnlijk nog douchen. Ik heb op het moment 3 paar schoenen ingepakt. En 1 paar doe ik aan. En nog 1 paar schoenen komt bij Zico in zijn koffer. Oké, first off. Deze Nike Air Max 95 gaan mee. Gewoon witte All-Stars gaan mee. Roze Vans met leopard gaan mee. Super nice. Dan heb ik ook nog gewoon zwart met witte Vans die meegaan. En Dr. Martens. Ik ga ook nog mijn Birkenstocks meenemen. Maar verder echt sandaaltjes vind ik nooit leuk. Omdat ik voeten heel erg vies vind. Dus ik hou niet zo van mijn eigen voeten. Dus ik denk dat ik nog gewoon Havaianas meeneem. Dus gewoon teenslippertjes. Liggen beneden. Verder niet. Ik denk dat ik vanavond super slecht slaap. Omdat ik dan net heb denk, dat moet ik nog meenemen, dat moet ik nog meenemen. Verder ga ik in mijn handbagage. Kom nog snoep. En nog meer snoep, koekjes. En een tijdschrift waarschijnlijk, die moet ik nog even kopen op Schiphol. Ik heb een puzzelboekje gekocht, mijn laptop gaat erin en al mijn opladers. Ik heb ook wel voorheen altijd een setje kleding in mijn handbagage meegenomen. Maar op een of andere manier, dat deed ik alleen maar omdat stel er gebeurt met mijn koffer en dan heb ik nog een setje kleding. Maar er is al nooit wat met mijn koffer gebeurd. Dus nu heb ik echt zoiets van, why would I? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik weet dat het een beetje een lekkere kletsvideo was. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het stond ook in de titel, dus niet zeuren als ik te veel heb gekletst. Want dat krijg ik nog best wel vaak, maar het was een kletsvideo. En mocht je nou benieuwd zijn naar alle items, hoe ik ze ga stylen, hoe ik ze nou precies aan ga doen en hoeveel kledingstukken ik daadwerkelijk nou echt ga dragen, dan moet je eventjes de vlogs gaan bekijken die beginnen als het goed is aankomende maandag. Als ik geen problemen krijg met internet, beginnen de vlogs alweer aankomende maandag. Dan ben ik nog 1,5 week weg of zo, maar ze beginnen dan al. Dus dat zou ik super leuk vinden als je kijkt. Dat zou veel voor mij betekenen, want er gaat veel tijd in zitten natuurlijk. En volg je me nog niet op Instagram, doe dat dan alvast heel eventjes. Want als je deze video ziet, dan zit ik al in Amerika. En dan heb ik waarschijnlijk al heel veel content gepost. Dus dat zou super leuk zijn. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen voor deze klets impact video. Oh, dat is morgen al voor jullie. Morgen met nieuwe video's. Amerika. Ik was ook van plan om heel veel tips te delen, maar dat ben ik denk ik een beetje vergeten. Of ik had gewoon niet meer tips dan wat ik heb gezegd. Doei.